Erbij bent. Alles is virtueel. Ik ben hartstikke blij dat je erbij bent. Wij zijn hartstikke blij. Ik ga je voorstellen aan de band. My Jesus is the only way. Op de keys hebben we Samuel. Op de bas is Dimitri. Op de gitaar hebben we Elrich. En last but not least, Remo, de drummer. Nou, dan gaan we naar de zangers. Bernice. Cosmea. Agenda. Jerusalem, Jerusalem,
about the way you called my name. I can only thank you. You've been good to me. Oh, so good. You are all I need. Oh, how I worship thee. Say, hey, holy, holy. Oh, I remember the days I wasn't good enough. Dat u moet opstaan als kind van God. Want de Heer is met u, als de Heer met u, wie kan tegen u zijn? Daarom zingen we: We will rise. Oh yes, we will rise for you, Lord. I said, we will rise for you, Lord. I said, we will rise for you, Lord. We will rise. 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 We will rise.
het zal zijn dat u niet durft te reizen. Dat als de Heer met u is, wie kan dan tegen u zijn? Zo'n machtige God. Niemand kan tegen u zijn. Dus wees bemoedigd. I said we will rise, we will dit lied wat we gaan zingen. Hey, Count Me Out. Dit lied is eigenlijk een pre-getuigenis. Dat het soms lijkt in het leven alsof je kan worden buitengesloten. En dan sta je er alleen voor. Of het lijkt alsof je er alleen voor staat. Maar het mooie van alles is dat, weet je, als de Heer je omringt met zijn aanwezigheid, dan kan je eigenlijk nooit alleen voelen. Ik heb momenten gehad dat ik me zo alleen voelde. En dat ik het gevoel had dat hij wel erbij stond, maar dat hij niks zei. En dat hij gewoon naar me keek. Van wat ga je nu doen? Hoe gaat zij om met haar kracht die ik in haar heb gezet? En ook al maken we fout als mensen, want we zijn nog niet volmaakt. Weet u maar weet dat het is vallen en opstaan. En ik blijf het zeggen, met de Heer is alles mogelijk. Amen. Yes. Ik denk dat een van mijn grootste dieptepunten in mijn leven was dat ik in een scheiding zat. Ik werd toen alleenstaan met twee. So many times to tear me down. Never prayed, I tried to pick me up off the crowd. They said I wasn't gonna make it very far. Looked in my life and I got so many scars. Wasn't easy, but I really worked hard. Always having Father God in my heart. Don't count me out yet, I'm still running. I'm falling, but I got a fighting. My eyes are on God's kingdom always, but I won't stop until I finish this race. Don't count me out yet, I'm still running. I've fallen, but I gotta fight it. My eyes are on God's kingdom always, and I won't stop until I finish this race. I know I'm not where I'm supposed to be, but I'm trying to be like God wants me to be. Don't let nobody distract me from my dreams, even if my friends turn my enemies. Honestly, sometimes I feel so lonely, and I wonder if God is walking with me. I see one set of footprints in the sand. It was God always carrying me. Don't count me out yet, I'm still running. I'm falling, but I gotta fight it. My eyes are on God's kingdom always, and I won't stop until I finish this race. Don't count me out yet, I'm still running. I'm falling, but I gotta fight it. My eyes are on God's kingdom always, and I won't stop until I finish this race. Said you never alone. From your eyes, sorrow.
for a while. You're going through your midnight, but tomorrow you are gonna smile. Yes, my mother. Jesus saves.
to you. Ik denk dat een van mijn grootste dieptepunten in mijn leven was dat ik in een scheiding zat. Ik werd toen alleenstaand met 2 kinderen. En ik was gewoon moe, geestelijk en lichamelijk. Het werd zo erg dat ik een burn-out kreeg. En dat ik gewoon niks meer kon doen.
ik had niet meer het geloof om te bidden. Of nou ja, niet het geloof, maar de gewoon energie om te bidden. Ik had geen energie meer om de kerk te gaan. Ik had voor niks meer energie. Ik had geen energie meer om mijn kinderen te verzorgen. Mijn ouders moesten bij mij thuis komen om me te helpen. Ik kon niks meer. Ik kon niet meer werken. Ik kon niks. En ik weet nog dat ik met een doek op mijn hoofd moest slapen om gewoon het licht te verdragen. Zo erg was het. En geestelijk kan ik het vergelijken met dat je niet meer weet. Je weet wel dat je kan lopen, dat je het vermogen hebt om te lopen. Maar je weet niet meer met welke been en hoe dat allemaal moet. En dat was een van de grootste dieptepunten in mijn leven die ik heb gehad. En dat ik het ook niet meer zag zitten. Het uitte zich door dat ik heel gevoelig werd geestelijk. En in plaats van dat ik de Heilige Geest hoorde, hoorde ik een boze geest die met me sprak. En die me beschuldigde, die tegen me zei dat ik het niet waard was om te leven. Dat ik een slechte moeder was. Dat waar God me voor geroepen had, dat het eigenlijk niet zo was. En dat ik beter dood kon gaan. En meestal in de nacht, dan net een deken kwam er heel veel angst over me heen. En dan voelde ik me alsof ik op een hele verlaten plek was met een moeras. En ik voelde me echt alleen en dat maakte me heel bang. En ik ken het woord eigenlijk goed, want ik ben ermee opgegroeid. Maar doordat ik me zo open had gesteld voor die macht om mij zo tot mij in te praten, heb ik me daarin laten meeslepen. En vergat ik mijn identiteit, wie ik was in Christus. En dat was heel zwaar. Dat was echt heel zwaar. Je weet gewoon niet meer wat je moet doen. Dus je weet gewoon helemaal niks. Het is gewoon helemaal blanco voor je. Je leeft, maar je leeft niet. En dat is denk ik het engste wat ik ooit heb meegemaakt. 2 jaar geleden weet ik nog dat ik mijn moeder aan de telefoon had. En dat ik tegen haar zei van, ik zie het niet meer zitten. Ik denk niet dat dit leven voor mij weggelegd is, want ik voel me doodongelukkig. Dat was van mijn moeder schrikken, want ik weet, ik ben geroepen. Ik weet dat de Heer mij geroepen heeft. Ik ben geroepen om te zingen voor mensen. Maar ik had zoiets van, hoe kan ik zingen voor mensen als ik zelf die bemoediging nodig heb? Dus dat gaat hem niet worden. En toen heeft mijn moeder gezegd van, Soraya, we gaan bidden. Ik dacht, ja, bidden. Ja, ik vind het prima als hij voor me wil bidden. Als het helpt, weet je wel. En ze zegt, nee, we gaan ervoor bidden. En toen kwam mijn moeder elke week met de andere zuster bij mij thuis om te bidden. En het heeft echt geholpen. En ze belde me ook elke avond. En op een gegeven moment kon ik zelf bidden, mijn mond zelf openen. En tot ik de kracht om de Bijbel te lezen. En toen bad ik elke dag, want ik zat in de ziektewet. Dus ik kon gewoon, ik was gewoon vrij. En ik bad het woord. En op heel veel momenten, in de ochtend, in de middag, in de avond. En daardoor voelde ik me heel sterk. En kon ik die macht die me zo aan het teisteren was en die leugens tegen me zei, kon ik op zijn plek zetten van, de Heere zegt dit over mij. Nee, ik weet wie ik ben meer dan een overwinnaar. Nee, als ik een angst kreeg, nee, de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niks, weet je wel. En die woorden, die riep ik over mezelf heen. Het waren woorden van kracht en ik liet me niet meer beïnvloeden door die woorden van angst en twijfel, onzekerheid, bitterheid. Ik liet dat niet meer toe. En daar kom ik achter dat inderdaad de Bijbel, dat het woord van God zegt van, weet je, bied weerstand tegen de duivel, dan zal hij van je vliegen. En als je dat toelaat, die woorden en die leugens die hij tot je spreekt, en je staat daarvoor open, en op een gegeven moment, hij pakt je gedachten, daarmee maakt hij je lam, en daarna maakt hij je fysiek en geestelijk helemaal lam. Ik ben er bovenop gekomen door natuurlijk mijn vangnet die voor me bad. Maar door zelf het woord van God te lezen, dus de Bijbel te lezen. Zelf te bidden.
en voor de Heere te zingen. En ik weet, met zang, ook al draaide ik muziek af in mijn huis, daar werd ik rustig van. Maar ook doordat ik zelf ging zingen, dat bouwde mij geestelijk op. En daardoor werd ik alleen maar sterker en sterker. En wat doorslag heeft, is geweest van die periode, is dat ik toen ging vasten. En ik begon te vasten van 6 uur in de ochtend tot 6 uur in de avond. En toen in mijn binnenkamer ging ik veel bidden. En dat gaf mij gewoon zo'n boost. Dat ik die de energie die ik eerst niet had, dat ik dat wel had. En zelfs veel meer dan dat. Wat er is veranderd in mijn leven, is dat ik weet wie ik ben in Christus. Dat is veranderd. Die standvastigheid, die fundering van Christus, hij is gewoon mijn fundering in mijn leven. En ik kan me ook geen leven meer voorstellen zonder hem. Ik ben gelukkig. Dat is veranderd. Ik had steeds pieken en dalen in mijn leven. Dat zijn nu alleen maar pieken geworden. En ik geloof, ik zal vast wel wat meemaken. Maar doordat ik standvastig ben in het geloof en dat ik weet wie ik ben in Christus, zullen dingen nu heel anders uitpakken dan het voorheen deed. Mijn kinderen zijn gelukkig, want doordat zij mij zo zagen, verdrietig, verslagen, werden zij ook heel ongelukkig van. En mijn familie is gelukkig. Ik heb nu alles wat ik heb in mijn leven. En stabiliteit. Ik heb een leuk huisje, ik heb een leuke partner. Weet je, het gaat gewoon goed. Ik heb een relatie met de Heere. Ik ben gewoon gelukkig. Dat is er veranderd in mijn leven. Mijn boodschap aan de mensen die kijken, is om niet op te geven. Dat de Heer echt bestaat. Ik heb het echt gewoon zelf meegemaakt, dus ik weet waar ik het over heb. Blijf bidden, ook al is het in het begin heel kort. En ook al denk je van mijn gebed, het heeft geen werking. Het is eigenlijk de tegenstander, de duivel die dit zegt, van de Heer luistert niet. En zolang je dat stemmetje blijft horen, mag je weten dat er ergens toch een deur open is, staat. Dat de duivel zulke dingen kan zeggen. Sluit die deur. Herinner de duivel eraan dat je gemaakt bent voor de Heer om hem te verhogen. Zing voor de Heer. Zing psalmliederen. Zing liederen die je opwekken. Maak God groot. En doe de Heer een belofte. Ik heb de Heer een belofte gedaan van: Heer, als u mij haalt uit mijn situatie, dan ga ik lof zingen. Ga ik psalmliederen voor u zingen. Ik zal u verhogen, want dat is wat u verdient. En door hem, dit is de reden dat ik nu hier kan zitten en dit kan vertellen. En dat ik voor hem mag zingen. Dus mijn bemoediging is van: geef niet op. En klam je vast aan de Heer, want de Heer zal je nooit laten. Never nooit. Dat zal hij niet doen. En geloof me, dan kan je net als mij een getuigenis hebben om te vertellen dat God ook echt bestaat en leeft.
Concert Come With Me, dacht ik dat ze bedoelde kom met mij zingen. Ik dacht ik pak mijn moment van succes, ik pak mijn moment van doorbraak, mijn talent uiteindelijk gewaardeerd, ik mag met haar zingen. Maar vrij snel kwam ik erachter dat het niet om het zingen ging, maar ik mocht wat zeggen. En zo zijn we vaak in het leven, zijn wij als mensen, zijn wij zo dat wij, iemand zegt come with me, kom met mij en we gaan een eigen invulling eraan geven. Iemand zegt, kom met me mee, kom laten we iets doen. En wij gaan onze eigen gedachten, onze eigen invulling geven wij eraan. En dat doen we zelfs bij Jezus. Als Jezus tegen ons zegt, kom en volg mij,
gaan wij aan het leven met Jezus meteen een eigen invulling geven. Wij zeggen, oké, Jezus, ik wil u volgen, maar wat ik van u verwacht is dat u me hiermee helpt. Dat ik mijn droombaan ga vinden, mijn droomhuis ga vinden, mijn droompartner gaat vinden. U gaat me helpen om mijn dromen uit te laten komen. U gaat me helpen om te genezen, u gaat me helpen om te herstellen. En we hebben een heel waslijst van dingen, ons wensenlijstje, wat wij hebben, terwijl Jezus alleen maar zegt, kom en volg mij. Wij als mensen geven vaak een eigen invulling aan dingen. Terwijl alleen maar wordt gezegd, kom en volg mij. En verwachtingen zijn niet erg, verwachtingen zijn goed. Het is goed om iets te verwachten. Maar wij verwachten vaak om ergens te komen. Maar onze verwachtingen naar God toe zouden moeten zijn, we moeten verwachten om ergens te zijn. Te zijn in zijn tegenwoordigheid. Want als we ergens moeten zijn in het leven, is het in de tegenwoordigheid van God. Als er een plaats is where there's the fullness of joy, is in de tegenwoordigheid van God. En te vaak zijn we als mensen gefocust op de dingen die wij zelf willen. Een eigen invulling geven wij aan zaken. Dus ook zoals in dit geval was het zo, Soraya vroeg mij, wil je meewerken aan het concert Come With Me? En ik gaf mijn eigen invulling eraan. Maar toen de boodschap duidelijk was dat ik mocht spreken en absoluut niet zingen, toen ben ik gaan mediteren over dit gedeelte. Ik ben gaan bidden hiervoor. Ik ben de Heer gaan zoeken van, wat bedoelen we met Come With Me? En het eerste wat in me opkwam van, als je zegt Come With Me, kom laten we de naam van de Heer groot maken. Kom laten we God aanbidden. Kom laat ons aanbidden. Dat was het wat in mij opkwam, van dat zal het wel betekenen. En Soraya kennende gaat het dieper dan dat. Want aanbidding is niet alleen maar zingen, maar aanbidding is een levensstijl. Dus als we zeggen, kom met mij, is het kom, laten we een levensstijl hebben om voor God te leven. Laten we een levensstijl hebben om God te dienen. Maar ik was nog steeds onrustig, want ik had nog steeds iets, er is meer dan dit. Dus ik ging het woord onderzoeken. Ik ging, Heere, wat zegt u, wat bedoelt u met come with me? En ik begon in de Bijbel te lezen. En het eerste gedeelte waar ik Come With Me kon terugvinden in mijn vertaling van de NIV, was toen Balak tegen Bileam zei, Come With Me to another place. Balak zei tegen Bileam, kom met mij naar een andere plaats. En hij zei, kom met mij naar een andere plaats, want ik wil het volk wil ik vervloeken. Dus Balak zei tegen Bileam, kom met mij mee, want ik wil het volk wil ik vervloeken. En wat ging Balak op een gegeven moment doen? Hij ging een offer bouwen. Hij bracht aanbidding. En dan staat er iets wat ik nooit eerder had gelezen, maar overheen had gelezen. Balak wilde het volk vervloeken. Hij ging een offer bouwen. Hij ging aanbidding ging hij brengen. Maar Bileam zei van, blijf jij hier. Ik ga daar om God te zoeken. En ik las het nog een keer. Dus dat duidelijk staat er van, dat Balak bouwde hier een offer. Balak was hier, was die aanbidding aan het brengen. Maar Bileam zei, nee, blijf jij hier. Ik ga God daar zoeken. In de aanbidding van Balak was God niet aanwezig. Bileam moest naar een andere plaats om God te zoeken. Dat was niet de aanbidding die nodig was. Want de aanbidding van Balak was erop gefocust wat hij zelf wilde. Hij wilde aanbidden omdat hij iets wilde bereiken. Hij wilde aanbidden omdat hij het volk wilde vervloeken. Maar de echte aanbidding van God, de ware aanbidding die wij nodig hebben, dan zeggen we, Heer, ik wil in uw tegenwoordigheid zijn en niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daarom ben ik zo blij met avonden als deze, dat God zelf centraal staat. Want aanbidding zonder Gods tegenwoordigheid is geen aanbidding. Aanbidding waar onze eigen gedachten boven zijn gedachten zijn, is niet de aanbidding die God van ons vraagt. God zoekt naar aanbidders in geest en in waarheid. Waarbij we niet God aan het aanbidden zijn en onze gedachten afdwalen. Waar we niet God de eer geven, maar zelf een positie willen. Waar we niet een leven van aanbidding leven, maar ook ons eigen leven erna. En naast, God vraagt van ons een aanbidding in geest en in waarheid, waar zijn tegenwoordigheid is. En toen Bileam God ging zoeken, toen kwam hij terug. Hij zegt, er zal geen vloek zijn, maar er zal zegen zijn. In de aanbidding van God, in de ware aanbidding, is ons gezegend leven. We kunnen God vertrouwen dat hij ons zal zegenen. Als we hem maar de plaats geven die hem toekomt. En hoe vaak zijn we gefocust op de dingen die we willen bereiken in het leven. En daar worden we ongelukkig van als we het niet bereiken. Maar als we leren dat in the presence of the Lord there is the fullness of joy, dan zullen we alles vinden wat we nodig hebben. Dus ik begreep de titel, Come With Us. Maar Come With Us. De nadruk ligt niet op Come With, maar de nadruk ligt Come With Me. De me deze avond is Jezus. De me in Come With Me is Jezus. Als iemand mij zou vragen, kom met me ergens naartoe, zou ik de persoon vragen, waar gaan we naartoe? Wat gaan we doen?
Maar als de me een autoriteit is, als de me een persoon is die ik vertrouw, als de me een persoon is waar ik in geloof, als de me een persoon is wat ik weet, zijn gedachten zijn hoger dan mijn gedachten, als de me een persoon is wat ik weet, zijn wegen zijn hoger dan mijn wegen, dan vraag ik hem niet eens waar naartoe. Ik zeg, ik volg u. Als ik tegen mijn dochtertje van 7 zeg, van kom met me mee daar naartoe, vraagt zij me niet, waar gaan we? Ze zegt, is goed papa. En nu denken sommigen, oh ja, is je dochter zo gehoorzaam? And that's the key, gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid dat we God vertrouwen, dat als hij ons roept, dat we hem gewoon volgen, zonder dat we weten waar we naartoe gaan. Zegt de Bijbel niet, ik heb liever gehoorzaamheid dan aanbidding. Er is een level in aanbidding waar wij naartoe moeten gaan. Als hij zegt, come with me. De me, dat is Jezus. Jezus roept ons deze avond om die ware aanbidders te zijn. En ik ben nogmaals dankbaar voor een avond als dit. Dat we God zullen vinden en God zullen aanbidden in geest en in waarheid. God roept ons deze avond. Er zijn vele geroepen, maar weinig uitverkoren. Maar laten wij deze avond een van de uitverkorenen zijn. Come with me. Let me touch the hem of his garment, touch the hem of his garment, and I will be made whole. Let me touch the hem of his garment, touch the hem of his garment, and I will be made whole. Somebody help me. Hey, of his garment, touch the hem of his garment. His garment. Be made whole, and I
Voordat ik begin met spreken, wil ik u alle thuis welkom heten op deze speciale avond. En als ik dan op het podium sta te zingen, of ik sta hier, dan besef ik me heel goed dat ik me bevind op heilige grond. En of u thuis kijkt, of u nou gelooft of niet, ik kan u zeggen, God is hier. En hij is gestorven, de Heer is gestorven voor ons aan het kruis, maar hij leeft nog steeds. Ik wil de Heer bedanken voor het woord wat hij mij vanavond heeft gegeven. En het is eenheid. In eenheid is eigenlijk heel simpel een geheel aan kenmerkende eigenschappen. En het lijkt heel simpel, eenheid. Maar hoe creëer je dat? Ik wil graag een vers uit de Bijbel met jullie lezen. Het gaat om Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 1 en 2. En het gaat als volgt. Als u, door uw verbondenheid met Christus, zozeer bemoedigd en liefdevol getroost wordt. Als u door de geest één bent met elkaar. Als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat. Maakt mij dan helemaal gelukkig. Door eensgezind te zijn, elkaar lief te hebben. Eén van hart en ziel te zijn en naar echte eenheid te streven. En wat mij opvalt, wat ik het mooiste vind aan dit stukje is, één van hart en ziel zijn en streven naar echte eenheid. Dus als we goed opletten, dan staat er eigenlijk in het woord wat we moeten doen. Hoe we kunnen streven naar echte eenheid. En in Efeziërs hoofdstuk 4... vers 4 tot en met 6 staat het eigenlijk nog veel mooier beschreven. En er wordt vooral gesproken over dat we één lichaam moeten zijn. Dus het deel van het lichaam van Christus. Eén geest. Dat is de Heilige Geest die in ons woont. Eén hoop. Dat is de opstanding, de wederkomst van Christus. Eén Heer, de Heer Jezus. Eén geloof. Dat is onze boodschap, het evangelie. En één doop, de doop in water. En daarbij is er maar één God en één Vader. Dat is waar onze hoop op is gevestigd. En in deze tijd is het natuurlijk een aparte tijd. En ik weet niet naar u, waar u thuis naar verlangt. Maar in een tijd als deze verlang ik naar eenheid. En eenheid, het lijkt heel makkelijk. Maar ik zat bijvoorbeeld laatst in de auto en ik was in mezelf aan het bidden, maar de Heer gaf mij het woord eenheid. En ik vroeg aan de Heer van, mijn Heer, wat is dat nou eigenlijk, eenheid? En het lijkt wel in deze tijd dat we zo bezig zijn met onze eigen dingen. Dat we zo gefocust zijn op onszelf. Dat we eigenlijk vergeten waar het echt om gaat. De rest van het lichaam van Christus. En volgens mij is dat ook waarvoor wij hier vanavond staan. We moeten heel goed beseffen als christenen, als wij een eenheid willen creëren met elkaar, dat wij moeten samenwerken, dat we eigenlijk een team met elkaar moeten vormen. Alleen moeten we heel goed beseffen van, u kunt thuis met elkaar een team vormen, wij kunnen hier met elkaar een team vormen, maar
Zolang God niet aanwezig is, zolang wij de Heer niet betrekken in ons plan. We zullen vast en zeker ergens komen, maar de vraag die je zelf moet stellen is, waar zullen we eindigen? U heeft het vast allemaal meegekregen, de afschuwelijke dood van George Floyd. Waardoor eigenlijk heel veel mensen de rest van de wereld met elkaar in opstand kwamen. En begrijp me niet verkeerd, maar wat ik zo mooi vind aan dat die mensen met elkaar in opstand kwamen. Dus als u goed oplet en goed nadenkt, deze mensen vormen met elkaar een eenheid. Een geheel. De mensen die daar staan om in opstand te komen, die staan er met een gemeenschappelijk doel. Namelijk het bestrijden en tegengaan van racisme. En hier kunnen wij als christenen, u ook, de mensen thuis, gelovig of niet gelovig, u kunt hier een les uithalen. En vooral wij christenen moeten nadenken van, als wij de machten van de tegenstander, de machten van de hel willen bestrijden, dan is er eenheid nodig. En ja, hoe creëer je die eenheid? Die verbondenheid met onze broeders en zusters. En we kunnen de problemen in de wereld kunnen we niet zelf oplossen, maar wat we wel weten is dat er is maar één iemand die met ons is, die onze problemen oplost. En dat is onze God, onze Vader. En hij leeft nog steeds. Mensen moeten het beseffen, hij is er nog steeds. Overal waar u gaat, hij is daar. En wat ik u als laatste mee wil geven voordat ik verder ga is, wij zullen als christenen, als we de problemen in de wereld willen oplossen, we zullen moeten uitkomen voor het goede nieuws. En één ding wat ik u mee wil geven is, mochten wij niet uitkomen voor het goede, dan kiezen we eigenlijk voor het kwade. En als laatste wil ik nog één vers met u lezen. Dat is Spreuken. Spreuken 31, vers 25 tot en met 30. Kracht en waardigheid stralen van haar af. Zij ziet elke nieuwe dag met vertrouwen tegemoet. Uit haar woorden spreekt wijsheid en de wil om goed te doen. Zij weet precies wat in haar huishouding gebeurt en op luiheid zal je haar niet betrappen. Haar kinderen kijken tegen haar op en haar man prijst ze gelukkig en zegt, er zijn veel goede vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal. Uiterlijke schoonheid is bedriegelijk en verdwijnt. Maar een vrouw die ontzag heeft voor de Here, verdient bewondering en lof. En ik weet dat ze hier eigenlijk niet van houdt, maar het gaat om de vrouw die hier zit. Natuurlijk, het gaat om de Here, maar ik weet wat zij heeft meegemaakt de afgelopen tijd. En ik prijs mezelf rijk met haar naast mijn zijde. Je bent letterlijk mijn steun en toeverlaat. Ik hou heel veel van je. Ik bid de Here voor kracht. Voor meer liefde in jouw leven, want je hebt het nodig. En je verdient het. Wil je met me trouwen? Ja. Gelukkig is het laatste nummer. Nou, dankjewel. Dank u, Jezus. Halleluja. Ja, we zijn bij het laatste nummer gekomen. Het gaat nog steeds om de Heer. Amen. Zijn naam prijzen, halleluja. Het betekent prijs God. Hij verdient alle ere. En met het lied willen we afsluiten. Dat u het onthoudt. Wanneer u halleluja zingt, zegt u prijs God. Zeg prijs God in al je omstandigheden. Prijs God wanneer je zwak bent. Prijs God wanneer je blij bent. En vreugdevol en blijdschap hebt.
Hij is God in alle tijden. Now that I am here with you, my heart I gladly lay before you. My wounds, my tears, my pain, I place it down at your feet. And I sing your mercy. So